gewoon gang. Gang, gang, gang. Gang, gang. Taxi om 7 uur. Yo, weg naar de doei, het wordt tijd dat je gaat. Nancy is weg. Oké, yo mensen, tot jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Timo en vandaag is het eindelijk de grote dag. Want al het personeel is weg en wij mogen hier vannacht gewoon blijven slapen. Hoe fucking chill is dat? We hebben er lang naar uitgekeken. Ik had dus gezegd in de vorige video. De vorige video is al 3 maanden terug. Als we 1.000 views op die video halen, dan gaan we slapen in Rebound. Dat is gelukt. Dus vandaag is het zover. En het hele trampolinepark is nu leeg. En wij gaan slapen met... Oké, Eden en Piotr die gaan straks naar huis. Maar Duco, ik en Wessel. Wij gaan hier gewoon slapen. Oké, we gaan eerst dus beginnen met wat rustige tricks hier zo op het freecourt. Want ja, er is helemaal niemand vandaag, dus we kunnen gewoon alles doen wat we willen. En ook gewoon hoeven niet te wachten, dat is super chill aan een trampolinepark alleen voor jezelf hebben, toch? Ja, dat vindt Wessel ook. Is best moeilijk en zwaar, maar het is wel heel leuk om te doen. Ja! Yeah! Hey. Pas, 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 pas! Ja! Lekker! Oh, die kan je gewoon landen, hè? Eerlijk! Die kan je makkelijk landen, ik zweer het je. Ik moet hem eigenlijk ook, maar ik durf niet zo goed, dus... Ik laat wel aan Wessel over, zeg maar. Maar dat is cool. Oké, yes mensen, ik heb hem eindelijk gewoon geland. Ik ben echt fucking blij. Ik ben wel 1 keer net heel hard gevallen. Die stond niet op film, maar die ik wel op film heb, komt er nu aan. Ik ben zo fucking blij. Gewoon, deze was echt gewoon mentaal. En Wessel gaat het ook nog een keertje doen. Gaan. Ja, ja, ja. Nee. Ik ben zo blij. Dit is wel echt één van mijn droomtrucs. Dat ik zo graag was. Ik ga vannacht zo lekker slapen. Oh. Wessel, je wordt moe nu. Ja! Lekker gast. Holy shit, lekker. Oké, we hebben net gegeten en spelletjes gedaan, air hockey. En ik heb dus echt een briljant idee. We gaan gewoon met onze slaapzakken, want we gaan natuurlijk hier slapen. Gaan wij een race doen. Een parcoursje afleggen in de slaapzak op de trampoline. Dus dat is glad, dus je gaat vallen. Dat is super leuk, dus we gaan het gewoon doen. Let's go. Gang, 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 gang. Gang, gang. Gang, gang, gang. 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 Gang
fine when you're not really fine, but you just... Oké, we gaan dus even een klein raceje doen met onze snelle slaapzakken. We gaan een wedstrijdje doen van achterin het snelste hier is. Maakt niet uit hoe beuken, alles mag. Je moet je handen in de slaapzak houden, dat is wel leuk. Zo net was natuurlijk een opwarmtje, want dat weet je zelf ook wel, want dat stelt niks voor. We gaan nu het echte werk op, Bart. Ik ga even laten zien wat het parcoursje is. We beginnen hier. Je gaat springen. Volg mij, volg mij. Lig je in de airbag, dan stopt je tijd en dan is hetgeen met de snelste tijd de wind, ja? Ik ga 7 schaar. Geluk. Hierop, geluk. Doorgaan. Snel. Dit kan niet! Doorgaan, kom op jongen. Sorry, moeilijk. Waar zitten we al op? We zitten al 40 seconden. 40 seconden. Kom op jongen. Holy shit! 57. 94, oké. Okay. Nou, ik ben klaar en ik ga Timo helemaal kapot maken. 3. Wacht even, Timo stond hier. Ja. Oké, 3, 2, 1, go! Nee joh! Oh, jij bent waar van echte Nia! Ik ga deze hebben. Shit. Hoe doe je dat zo fucking snel? Nou, ik zeg 21 seconden. Holy shit. Oké, 3. Waar ga je heen? Ik ben terug. Ja, hey, cheater. Nee, klein stukje. Daar, ja. 3, 2, 1, go! Ik weet niet of je de slechte tijd kan krijgen hoor. Ja, kom. Ga je, hoppa. Ik kan het niet. Ja, hij ligt. Wat is de tijd? Oh, heb ik? Nee, jij had 57. Oh, nee. Op 1 seconde verloren. Nou, we zijn weer verder. En wat gaan we nu doen, Timo? We gaan kijken of we in onze slaapzak ook flips kunnen doen. Bijvoorbeeld frontflip, sideflip, backflip, dubbelback, tripleback, quadback. Weet je hoe het allemaal op? Laat het gewoon proberen. Ik ga gewoon als eerste frontflip proberen. Hoi, nog een keer. Die was best zo hoog. Ik ga ook gewoon voor de backflip. Hij doet het gewoon! Ik heb een baggie nog. Hij gooit hem gewoon! Wat een gek!
Rudy, Rudy, Rudy. Zou ik er wel naar de airbag doen? Die zag heel lekker uit. Kauwe, we gaan nu slapen. Alleen we hebben één probleem. We hebben geen tent. Ja, we moeten natuurlijk wel het kamperen voor hebben. En het is nu momenteel 11:30. Ik ga het even beter laten zien. Het is nu momenteel 12:30 en wij gaan zo meteen slapen. Maar je moet dus wel in zo'n mooi park het kampeersgevoel hebben. Dus we gaan gewoon de tent opzetten. Dus we gaan even een kleine timelapse maken hoe we de tent opzetten. Komt ie? Timelapse in 3, 2, 1. Oh, dit is sick. Maar ik ga echt niet in die tent slapen. Wow! Tent slaap. Geef even een kijk dan, wat een gekke timing hebben we nodig. Dus, we gaan dus deze tent op de trampoline zetten. En dan gaan we in de tent op de trampoline slapen. Want we zijn allemaal heel moe. We gaan niet springen. Oh, wow! Oké, doe maar niet voor dat je hem sloopt. Oké, mensen, ik lig nu in mijn tentje. Lekker dat campinggevoel. En het is inmiddels 3:30 s'nachts en eigenlijk konden we niet slapen, maar we moesten wel. En Wessel moet morgen best vroeg weer uit. Dus we gaan nu proberen te slapen en ik hoop dat hij niet zo ruk ligt in die tentje op de trampoline. Dus ik zie jullie morgen weer. Tot morgen. Yay. 12 seconds later. Het is een taxi om 7 uur. Nog weg. Kom op. Ja, denk je mij al goed. Oh, goedemorgen Timo. Maar is even een trucje. Morning. Dat is even een trucje. Wat doe je dit? Ik ben bezig met je. Oh! 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 Shit. Dat is niet fijn in de ochtend. Kijk, doe je ook eruit? Ik ga gewoon hier verder slapen. Dat tentje opvouwen, ik weet dus niet hoe dat moet. En dan moet je hier nog alles opruimen. En we zijn het gewoon wakker gemaakt door mensen die de installatie hier komen vervangen. Anders konden we uitslapen. En Wessel is trouwens al naar huis, want die moest werken om 8 uur. Dus die was er heel vroeg weg. Oké, wij hebben al onze spullen opgeruimd en we hebben gegeten. Dus het wordt nu echt de hoogste tijd dat we weer een keertje naar huis gaan. Ik vond het super leuk in ieder geval. Ik heb lekker geslapen. Ik weet niet hoe het met Wessel zit, maar we gaan zo even kijken bij Wessel. Vond je nou een leuke video? Blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer zeker even op ons kanaal, want er komen super leuke video's aan. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. It's caught in the crossfire.